Jerry, de eigen huiscoach, gaat op bezoek bij Kevin. Die wil er lekker warm bij zitten en een lagere energierekening. Warm hier, Kev. Ja, lekker toch? Lekker een beetje comfortabel, vind ik wel lekker. Hé, maar dat kan veel efficiënter. Ja, maar ik wil wel lekker warm houden hoor. Ja, maar ik heb hier wat leuks. Oké. Okay. Ik zie daar de thermostaat hangen. Ja. Ik heb daar wel wat trucjes voor. Zie je, je kan hem helemaal instellen per dag, per uur. Dus hoe laat gaan jullie meestal naar bed? Ja, 11:30, 12:00 zo. Oké. Nou, dan kan je hem misschien al een uur, anderhalf uur eerder gewoon lager zetten. Oh. En dan gewoon echt op 15 graden. Dat uurtje, anderhalf uurtje, dat blijft het heus wel warm in de kamer. Oké. En dan stel je hem zo in dat hij 's ochtends gewoon weer aanslaat. Dat je lekker je ontbijtje kan eten. Dat bespaart een hoop energie. Maar er is nog meer dat je kunt doen. Bijvoorbeeld bij je ketel. Even kijken. Nou, mooi. HR-ketel. Prima. Met het afstellen van je cv-installatie valt veel te winnen. De meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstelling van 80 tot 90 graden, maar werken efficiënter op 60 graden. Deze snelle besparing scheelt veel gas en vermindert je energieverbruik. Ga naar zethemop60.nl voor tips om je cv-ketel lager te zetten. En kijk op duurzaam010.nl/energiebesparing voor nog meer tips.